Bruno Kastelen is de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Surface Stations Exploitantenbond, SSEB. Hij is op 24 februari gekozen in deze functie. Hij neemt het voorzitterschap over van Sirojini Yanki, die vanaf 2014 de bond heeft geleid. Ze is nu ondervoorzitter in het bestuur. Kastelen zegt dat hij door de bond is benaderd om deze functie te bekleden. Ik heb toen ja gezegd. Ja, omdat men zegt, luister, mevrouw Yanki heeft een goede job gedaan. Ze heeft jaren de kaar getrokken. Alleen men wilde een niet-pomphouder als voorzitter. En aangezien ik dus al in de jaren 90 betrokken was als adviseur toen Derby voorzitter was. Ik dacht ergens in, het moet zijn in 98. Heb ik dus calculaties gemaakt voor de winstmarge, als je het zo wil noemen. En op grond daarvan heeft men me gevraagd, zou je niet weer willen? En ik heb gezegd, oké, ik wil adviseren. Zei nee, je moet voorzitter zijn. Ik zeg oké. Dus heb ik ja gezegd. En dat is de verkiezing geweest op 24 februari. En 24 februari, wat blijkt, 26 zegt de overheid, we gaan 50%, 50 cent de olieprijs bij de pomp verlagen. De verlaging van de benzineprijs zou voor heel wat pomphouders leiden tot verlies, zegt Kastelen. De pomphouders zouden daarom geen benzine verkopen als de verlaging niet teruggedraaid zou worden. Dus zij zeggen van, luister, als het van onze marge gaat, dat zou een voor naar verlies voor leiden. Dus toen hebben we gezegd, geen paniek. Laten we gewoon duidelijkheid vragen op de brief. Dus dat was onze eerste daad om uw vraag te beantwoorden. We hebben een brief geschreven naar de minister en gezegd, luister, koebabbel, laten we weten wat er precies aan de hand is. Wie is ten laste en ten koste van wie is het? Ten laste van de oliemaatschappijen, ten laste van de pomphouders of ten laste van de overheid. En de regering heeft toen aangegeven, het komt uit een government take. En de voorraden die men al had, want men had in de tanks voorraden van 60.000 liter, dat zat helemaal bij die europrijs. Dus als je daar geen duidelijkheid over hebt, verkopen door aan de pomp zonder dat je weet hoe de verrekening zou plaatsvinden, dat zou kunnen betekenen een verlies voor jou. Dus hebben we gezegd, maar als er geen duidelijkheid is, minister H.I., minister Walden, jere dat we abiftap den pomp zonde of moende. Ik mag niet jokken, we zijn niet tevreden met de inhoud van de brief, maar daar praten we wel met haar over. Maar voor het doel waarvoor we hebben geschreven was ze wel correct. Om ons duidelijkheid te geven van luisteren, het komt van de government. Tot zover Guno Kastelen, voorzitter van de Surinaamse Surface Stations Exploitantenbond. Het bestuur wordt verder uitgemaakt door Sirojini Yanki, ondervoorzitter, Satish Balgobin, secretaris, penningmeester Reza Amir Khan en de commissarissen Robbie Ramin en Patricia Fuljari.